Dorp 66. Voor de leefbaarheid van Polsbroek is het belangrijk dat jong en oud in het dorp kan blijven wonen. Coöperatie Dorp 66 zet zich in de voorzieningen te behouden en uit te breiden. Lokale aannemers bouwden in samenspraak met de omwonenden op het bestaande perceel Dorp 66 van familie De Wit in totaal 18 woningen en een centrale ontmoetingsruimte. De familie De Wit kreeg een nieuwe boerderij aan de overkant van de Wetering. Centraal staat de buurtsuper, die gerund wordt door een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Heel Polsbroek doet er de dagelijkse boodschappen. De producten komen van de lokale supermarkt in Schoonhoven. Bewoners kunnen daar ook hun pakketjes ophalen. In de ontmoetingsruimte kan iedereen terecht voor een kop koffie met een praatje of een spelletje. De deelauto voorziet in een grote behoefte en wordt veelvuldig gebruikt. Er is ook een kinderdagopvang in Dorp 66. En zo heeft Polsbroek sinds medio 2016 een plek waar oudere en jongere generaties wonen en elkaar ontmoeten.